Er wordt al jaren geprobeerd om huiselijk geweld uit te bannen. Maar het aantal doden daalt niet. De overheid gaat niet goed om met mensen die diep in de schulden zitten. Instanties werken langs elkaar heen en soms is de schuldhulp weggegooid geld. In het geval van Daniella werkten 27 hulpinstanties langs elkaar heen. De Rekenkamer trekt harde conclusies over slecht functionerende wijkteams. Dan kunnen we niet anders dan met elkaar concluderen dat we het niet goed hebben gedaan en dat we het anders moeten doen en dat we ook echt met elkaar moeten gaan ingrijpen. De schizofrene O staat bekend als zeer gewelddadig. Hij gaat keer op keer in de fout. Toch lijkt zijn verleden hem nauwelijks te achtervolgen. Inschattingsfouten over de begeleiding van een psychiatrische patiënt leiden tot een dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro. Instanties als het Openbaar Ministerie, de reclassering, het AMC en zelfs de rechtbank hebben nauwelijks goed overzicht en werken langs elkaar heen. Opiniemaker Esther Voet, we luisteren naar een minuut materiaal. Ik had daar met het grootste gemak 5 minuten van kunnen maken over de schuldhulpverlening, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de forensische zorg. Professionals werken langs elkaar heen. Is al jaren zo. Blijft dat ook jaren zo? Ik vrees van wel. Ik denk dat het voorlopig niet ophoudt. Wat ik me soms afvraag, hè, en ik ben een leek. Maar je kijkt er met een mens met common sense, kijk je ernaar. Ik heb soms het idee dat die mensen zo gespecialiseerd zijn, of noem het in hun eigen bubbel zitten, dat ze gewoon niet, meer de realiteit onder ogen zien waarmee ze te maken hebben, met wat voor persoon ze te maken hebben, of met wat voor gezin ze te maken hebben. De jeugdzorg, het is echt erg rampzalig hoor, wat daar allemaal gebeurt. Ik denk dat als je daar iemand opzet, gewoon vanuit common sense, die zegt van wacht even jongens, maar hou dat en dat en dat in de gaten. Dus trek je terug vanuit je zeer gespecialiseerde zorgkennis, maar kijk even wat er daadwerkelijk in realiteit gebeurt. Ja. Dat misschien zou kunnen helpen. Maar Richard Korver, Esther Voet zegt, er moet nog iemand bij met common sense. Maar je mag toch hopen dat die mensen daar werkzaam ook common sense, gezond verstand hebben? Ja, dat zou je wel willen, ja. Maar ik kan niet anders dan concluderen dat er telken malen weer verscholen wordt achter protocollen, privacyregelingen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid, ik schuif het van mijn bordje af. Maar u komt van al deze mensen het vaakst in aanraking met die cultuur. Ja, met al die hulpverlenende instanties. Je wordt er niet vrolijker van, kan ik je zeggen. Ja, want we hoorden Dekker net zeggen, er moeten lessen worden getrokken. Ja, maar hoe vaak heb ik dat niet al gehoord van een minister? Weet je, er moet nu ook wel een keertje doorpakken. Je moet nu ook wel een keertje wat doen. In plaats van dan weer een commissie bij elkaar gaan zetten die weer gaan zitten te vergaderen. Dit kan toch zo niet langer. Wat mij betreft is dit gewoon een gevaar voor de veiligheid. Laat ik iets anders zeggen. Ik heb stukken opgevraagd in die metromoord. Op basis van de WOP. Wat wordt er zwart gemaakt? De naam van een instantie. En dan vraag ik waarom. Ja, die hebben nog een ander dodelijk incident gehad. Dat zou zo slecht zijn voor hun reputatie. Ja, dat is de minister die dat zwart houdt, hè? Weet u inmiddels welke instantie het daar... Nee, ik heb op 18 gaat. April zitting in deze zaak. Want ik heb me zwaar gemaakt tegen het zwart maken daarvan. Dus misschien dat ook daar de Kamer de minister eens op kan bevragen. Want waarom mag je dit als maatschappij niet weten? Waarom mag je niet weten waar het goed gaat en waar het hartstikke fout gaat? Dus het zelfreinigend vermogen van die sector gelooft u al helemaal niet in? Daar heb ik erg weinig vertrouwen in. Er is voetbal in de Eredivisie.